Ik heb voor wat betreft het incipunt boven heb ik uitgelegd horizontaal, verticaal of onder hoek van 15 graden en dan in zijn geheel van papilla meten naar incisiefpunt, naar de plek waar de incisale randen van de tanden moeten komen. En voor de onderkaak kun je ook op dezelfde manier meten, maar er is een probleem. Op het moment dat je implantaten hebt, is het al heel moeilijk om een meetpunt te kiezen. En voor de onderkaak neem ik dan de volgende procedure. Ik ga de onderkant van trigonum ga ik aangeven. En dat is hier, onderkant trigonum. En ik geef onderkant trigonum aan deze zijde ook aan. Dat is hier. En dan verbind ik dat met elkaar. Dus dan verbind ik deze. Ik trek hier een lijn op. Ik zal hem zo nog even in beeld laten zien. Ik trek een lijn en vraag de technicus om dan deze lijn aan te houden voor mijn registratieapparatuur. En dan kan je twee dingen doen. Dan kan je deze lepel, alle afdrukmaterialen weg, relinen met was. En daarop kan je hem dan gaan registreren. Waarbij de ruimte voor je registratie is gevonden doordat je onderkant trigonum aanhoudt, geheel doorlopend. En dan is er altijd ruimte genoeg. En de andere mogelijkheid is dat er een volledige nieuwe lepel wordt gemaakt, waar dan die locator abutmentjes of matrices al in zitten, zodat die lepel ook heel goed op de locators ligt en dan kun je uitermate goed mee registreren. En die tweede keuze heeft mijn voorkeur.